datgene wat... dat is voor de hele raad. En dat is niet alleen voor een aantal mensen. Goed, ik heropen de raadsdebatten. En we zijn gekomen bij agenda punt 12, de doorontwikkeling van de NV Soweco. En ik geef de heer Reusken het woord. De heer Reusken heeft dit aangegeven dat hij hier het over wilde hebben. Dus aan u het woord, meneer Reusken. Dank u wel, voorzitter. En dank voor de collega's die mij de ruimte hebben gegeven om met dit debat door te gaan. En ook over een onderwerp wat volgens mij helemaal niet onbelangrijk is, of juist voor de Partij van de Arbeid een heel belangrijk punt is. Want voor de Partij van de Arbeid zijn de mensen met een beperking en een grote afstand tot de arbeidsbelang hebben bijzondere aandacht nodig. En Soweco is hierbij een belangrijke partner. Want juist deze mensen zullen ondersteund moeten worden op weg naar participatie en deelname aan de samenleving. En daar kan Soweco en moet Soweco naar de mening van de Partij van de Arbeid ook een belangrijke rol in spelen. Zeker als het gaat om de doorontwikkeling naar een maatschappelijke onderneming. Waarbij er ook sprake is van de afbouwing van een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent wel dat we met de gemeenschappelijke gemeente daar mee aan de slag moeten. En dat betekent ook dat diezelfde gemeenten bereid moeten zijn om mensen aan het werk te helpen. En Soweco dus ook werk te verschaffen. Want uiteindelijk zal dit moeten leiden tot besparingen. Het is vanavond al in de raadsvergadering eerder genoemd. Ik heb daar ook over gesproken met Soweco en ik heb begrepen vanuit Soweco dat gemeente Twente Rand daar ook haar verantwoordelijkheid in neemt. En dat vind ik ook heel goed om te horen. Maar geldt dat ook voor andere gemeenten? Pakken andere gemeenten hun verantwoordelijkheid ook? Want dat is wel belang om gemeenschappelijk straks die maatschappelijke onderneming te realiseren. Want daar zijn wij voor een deel toch van afhankelijk. Dus ik ben benieuwd wat daar de stand van zaken voor is. Verder wat ik heel positief vind om te horen, is dat Soweco in overleg is en ook samen met de gemeente als het gaat om het plaatsen en begeleiden van vluchtelingen richting werk. Want het gaat niet alleen maar om die inburgering en het leren van Nederlandse taal. Hoe eerder vluchtelingen aan het werk zijn, hoe beter dat is voor de participatie en hoe eerder ook daarbij uitstroom gerealiseerd wordt. Want deze mensen moeten ook kansen krijgen om volop mee te doen in de samenleving. Waar de Partij van de Arbeid zich wel zorgen over maakt, wethouder en college, is om beschut werk en het realiseren van het beschut werk. Ik zou daar toch graag willen weten wat daar de stand van zaken is, want we hebben het idee dat het daar niet echt mee vlot op dit moment. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Binnenmars, die namens het college een reactie zal geven. Wethouder Binnenmars, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi om te horen dat via dan de heer Reusken, Partij van Arbeid in dit geval, die ook in gesprek is met de Soweco, dat ook vanuit perspectief Soweco, Twente Rand, in principe, ja, dat daar positief over wordt gesproken als het gaat over onze inbreng en onze inzet op deze hele ontwikkeling. Twente Rand neemt haar verantwoordelijkheid en als eerste antwoord op uw eerste vraag. Wij hebben een behoorlijk proces met elkaar doorlopen met de 6 gemeenten rond de GR Soweco. Een behoorlijk traject doorlopen. We kennen allemaal nog het fenomeen van een paar jaar geleden. Was er even sprake van 4-2 zelfs. Er waren allerlei gedoe in de ontwikkelingen. We zijn er de laatste tijd in geslaagd om met z'n 6 een bepaalde koers te gaan varen. Dus de 6, noem maar even subregio Almelo, gemeenten. En we hebben met elkaar afgesproken, willen wij inderdaad de nieuwe onderneming, de maatschappelijke onderneming, Soweco een kans geven, dan kunnen wij niet zeggen, nou op 1 januari 18 of op 1 januari 19 zijn jullie maar een nieuwe maatschappelijke onderneming en red je er verder mee. Nee, we hebben ons met elkaar, en dat heb je ook in het plan kunnen lezen van in de ontwikkeling, een aantal jaren nemen we als gemeente ook een stuk verantwoordelijkheid in het gunnen van werk, van opleiding, maar dat kan in de volle breedte, hoeft niet alleen werk te zijn. Er kan ook begeleiding, coaching, acquisitie. Die onderneming die gaat zich ontwikkelen. En daar blijven we als 6 gemeenten ook onze bijdrage aan leveren. Dat is de intentie. En we hebben ook met elkaar afgesproken dat wij met enige regelmaat in de DB-vergaderingen elkaar ook, dat we heel transparant aangaan geven wat
op welke manier maken wij gebruik van die nieuwe onderneming, zodat we ook elkaar kunnen toetsen en ook van elkaar weten welke gemeente doet wat. En dat kan best zo zijn dat het ene jaar vanuit de ene gemeente wat beter, wat makkelijker qua doelgroep, qua noem het maar in de volle breedte, maar dat we met elkaar wel de focus hebben, wij willen die nieuwe onderneming ook een kans geven. Dus in die zin kan ik nu zeggen dat elke gemeente naar raad, die informatie heb ik op dit moment niet echt helemaal paraat, maar de intentie is wel delen van alle 6 gemeenten, dat we allemaal onze bijdrage daaraan blijven leveren. Dat is reactie op de eerste vraag. De heer Laman, wil u een vraag stellen? De heer Laman, aan u het woord. Ja, iets waar ik net ook aan refereerde. Ja, er gaat dus een bezuiniging plaatsvinden op Soweco, zoals in de meerjarenbegroting staat. En dan zeg ik, ja, de gemeente neemt zelf die mensen in dienst. Ja, dat is prima. Maar hebben we dan niet... Nee, dat neemt niet... Dat had ik begrepen. Maakt u eerst die vraag over, dan zal de wethouder een reactie geven. Ik had begrepen ook net volgens het inleidend debat van de heer Reuskens, dat ook de mensen, dat Twenterand zelf mensen aan het werk zet. Hebben we dan niet een verplaatsing van vestzaak, broekzaak? Aan de ene kant wordt die bezuiniging dan wel gehaald, maar aan de andere kant gaan die mensen ons toch geld kosten? Of klopt dat niet? Zie ik dat verkeerd? Wethouder, aan u het woord. Ja, we moeten oppassen dat we niet nu een heleboel dingen met elkaar gaan vermengen. De maatschappelijke onderneming die gaat zich richten op een doel wat breder is dan wat we vroeger, noem maar even een aantal jaren geleden, beschut werken. Dat beschutte deel van de Soweco blijft in de GR-constructie en dat is een afbouwconstructie, want daar komt geen nieuwe instroom meer in, zoals u weet. De bestaande, dat zal langzaam maar zeker uitstromen en dat duurt nog een aantal jaren. En we hebben ook met elkaar afgesproken dat het goed zou zijn om nu even uit mijn hoofd, ik dacht in 2020 of 2021 eens even te kijken van wat is de stand van zaken rond dat autobeschut en hoe gaan we daar, moeten we daar vervolgens iets anders mee dan we nu doen of dat we dat wel in de gaten houden. En voor het andere deel is de Soweco, het is niet zo, even voor alle helderheid, het is niet zo dat de volledige doelgroep binnen de participatiewet, dat we die hele potentieel van Twenterand nu op het bureau van Soweco zetten en zo, red je ermee? Nee, ook daar is een bepaalde selectie natuurlijk in. Soweco heeft een heleboel kwaliteiten in huis, expertise opgebouwd in de loop der jaren om te gaan met een groot deel van de doelgroep waar we met elkaar over hebben. En dat Soweco daar ook in die nieuwe onderneming een hele goede bijdrage nu al levert en nog meer gaat leveren. Dat mag ook omdat ze de expertise ook uit gaan bouwen. Ze gaan verder dan alleen maar het begeleiden van. Ze gaan breder, die maatschappelijke ondernemingen zijn, die mensen hetzij te werk stelt, in dienst neemt, detacheert, voor een deel zelf opleidt, coach, begeleidt in de volle breedte. En we denken inderdaad dat we daar op een aantal jaren gewoon dat we daar wat extra rendement op gaan halen. En daar ook dat we ook die voorgenomen bezuinigingen nu geprognosticeerd hebben. Dat even als reactie. Ik kan het niet duidelijker maken dan ik het nu vertel. Wij nemen dus niet mensen over van Soweco en die nemen wij zelf niet in dienst. Maar we zijn wel als gemeente ook actief om mensen zelf in onze eigen leefomgeving hebben we natuurlijk ook, zijn we ook zelf een werkgever geworden en begeleiden we zelf ook. En dat doen we ook, maar dat is parallel aan een aantal andere ontwikkelingen. Dat is dus niet, wij nemen iets over van, maar wij doen ook. En zo zal er straks naast Soweco, die nieuwe onderneming, zullen ook nog anderen op de markt gewoon blijven. UWV zal blijven, er zullen andere bedrijven nog hier in Twenterland zijn die daar een rol in kunnen spelen. Wethouder, ik wil u wel verzoeken kort te zijn. Hè? Ja, ik vraag het u heel vriendelijk, dan ga ik nu heel kort. Beschut, het nieuw beschut, dat is inderdaad een punt van aandacht, dat erken ik. Want het nieuw beschut, dat is best ingewikkeld om die procedure zodanig helder te hebben van wanneer kom je daar nu in. Dat is een best lastig. Als u het beeld heeft van dat het niet loopt, dat onderschrijf ik niet, maar dat nog wel even een punt van aandacht. Maar dat heeft dat ook. Dus in die zin kan best zijn dat er een momentopname is. Ik heb niet de verwachting dat we daar ook in achterblijven of zo. Dat beeld heb ik niet. Even kijken, gemeenten, beschut werken was
De vluchtelingen, ja, dat was meer een constatering, niet zozeer een vraag. Maar ik denk dat dat ook een hele goede zaak is. Net zoals ik zet het eindelijk in de procedure ook even naast de VSO Pro-leerlingen. Want ook daar zijn we ook heel erg proactief. We gaan al op naar de scholen toe op het moment dat ze daar nog gewoon zitten. En we inventariseren al, zodat dat er geen hiaten ontstaan en geen tussentijdse periodes ontstaan waarin ze andere richtingen op gaan dan wij graag willen. En die inzet ook naar de vluchtelingen toe, dat zal absoluut gewoon blijven en waar nodig uitgebouwd. Dat was het, voorzitter. Dank u wel voor het tegemoetkomen aan mijn wens en misschien wel van de aanwezige raadsleden. Ik kijk de heer Reuske of de aanvullende vragen zijn. Ik kijk naar de andere raadsleden. Niet, dan is dit onderdeel afgerond van het raadsdebat. En ga ik naar het laatste punt, verdelingssubsidiebudget 2018. En ook nu geef ik de heer Reusken het woord. Want ook hij heeft hier het raadsdebat voor aangevraagd. Dank u wel, voorzitter. Wat mij betreft hoeft dit punt helemaal niet zo lang te duren. We hebben de raadsbrief gelezen met daar ook de achterliggende stukken waar uitgebreid verslag wordt gedaan van hoe de subsidies over de verschillende programma's zijn verdeeld. Daarvoor complimenten, omdat dat een goed inzicht geeft van hoe dat proces heeft gelopen. En dat is al een duidelijke verbetering met hoe dat een jaar geleden is gegaan. Dat kunnen we ons denk ik ook allemaal wel herinneren. Wat ik ook goed vind in het rapport is dat er een aantal evaluatieve opmerkingen worden gemaakt, een aantal kritische kanttekeningen worden gemaakt over hoe het proces verlopen is en waar we wellicht nog een aantal verbeteringen door te voeren hebben. En dat betreft denk ik met name partijen die subsidie hebben aangevraagd, die nieuw zijn en buiten de boot zijn gevallen en die hier de C5-categorie als stempel op hebben gekregen. Daar hebben we ook wel brieven van ontvangen als raad. Ik ben benieuwd wat de wethouder met die aanbevelingen en met die kritische kanttekeningen gaat doen. En ik zou eigenlijk graag een toezegging willen van de wethouder richting de raad. En dat zal niet deze raad zijn, maar een nieuwe raad zijn. Dat ze daar bij ons op terugkomt en kijkt van waar kan ik het proces verbeteren. Maar waar kan ik ook vooral nieuwe initiatieven toch de ruimte geven om hen mee te laten doen in die subsidie die beschikbaar is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk naar wethouder Van Appema, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ondanks dat het laat is op de avond, ben ik eigenlijk toch best wel content dat de heer Reuske dit onderwerp ook geagendeerd heeft. U hebt in uw agenderingsvoorstel ook gezet van het subsidietraject is in deze periode best heel vaak aan de orde geweest in deze raad, ook in de raadscommissie. En dan is het goed om ook uit uw mond te horen dat u uit de stukken die hier nu bij zijn ook kunt lezen van dat het proces goed verlopen is. Neemt niet weg dat er inderdaad wel wat kritische kanttekeningen ook bij te plaatsen zijn. Maar ik neem uw compliment ook graag in ontvangst en ik zal dat ook één op één doorzetten richting de ambtelijke organisatie die hier op een hele goede manier ook mee bezig is geweest en nog steeds is. U plaatst een kritische kanttekening bij de zogenaamde nieuwe aanvragers, de categorie C5. Degenen die een aanvraag hebben ingediend die nog niet vaker dan twee keer gehonoreerd is. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat in deze periode er ook bezuinigd is op de subsidies. De subsidieplafonds zijn naar beneden gegaan. Dat betekent dat er minder geld beschikbaar is daar waar men soms wel de verwachting heeft dat men dat wel kan krijgen. En dat levert ook fricties op. Uiteraard hebben wij daar intern ook heel goed naar gekeken. Wat kunnen wij daarmee in dat proces? Want wat je eigenlijk niet wilt, dat is dat je in dat subsidieproces alles dichtzet. Dat de dingen die wij altijd deden, dat we dat blijven doen. En dat de aanvragen die er altijd waren, dat we dat blijven doen. Dus wat we eigenlijk willen met elkaar, dat is dat we niet alleen het proces goed uitlijnen, want dat is nu wel gebeurd. Maar dat we juist ook veel meer op inhoud en op relatie met onze subsidie partners
in gesprek gaan. He, dus daar waar we het proces inderdaad nu best goed beheersen, durf ik wel te zeggen, is het nu zaak om de volgende stap te maken en juist meer naar de maatschappelijke effecten ook te kijken. Wat wil je bereiken met de subsidie en hoe wil je dat proces ook samen met je subsidiepartners vormgeven? En we hebben daar ook een aantal goede voorbeelden van, onder andere de gemeente Almelo, die daar op een hele goede manier mee bezig is, maar ook de gemeente Kampen zijn gemeentes waar wij van aan het leren zijn, van hoe richt je nu zo'n proces ook in om die maatschappelijke vraag ook te beschouwen. U vraagt een toezegging, die kunt u van mij krijgen. Ik zou u willen toezeggen dat wij in november met de nieuwe raad, dat wij over dit onderwerp een raadsinfo gaan verzorgen. En ik denk dat dat ook ons nog wel even de tijd geeft om dit proces nog wat beter uit te lijnen, zodat wij ook daadwerkelijk op de inhoud ook kunnen meenemen. Voorzitter, dat is eigenlijk wat ik hierover wilde zeggen. De heer Reusken heeft nog een aanvullende vraag aan u. Dat is ter voorkomen van tweede termijn, denk ik. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Probeer maar, hè. Precies, heel goed. Ja. Ik ben blij met de toezegging. Ik hoor daarbij de wethouder wel zeggen dat dat dan in november plaatsvindt. De subsidieaanvragen voor 2019 zullen voor 1 oktober binnen moeten zijn. Ik zou dan toch wel mee willen geven om te kijken van hoe kunnen de kritische noten, die toch wel gekraakt zijn door de beoordelingscommissie, mee worden genomen in de besluiten die dan al genomen zijn over de toekenningen van de subsidies. Hoe gaat u dat doen? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, nou moet de heer Reuske mij even helpen wat u precies met deze vraag bedoelt. Want het gaat om subsidies die nu al toegezegd zijn. Nee? Het gaat om de nieuwe subsidieaanvragen voor 2019. Door de beoordelingscommissie zijn een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij ook het proces, maar ook bij de problemen in de toekenning. Als wij in november worden geïnformeerd, is eigenlijk het traject voor 2019 alweer gelopen. En ik zou toch graag zien dat ook in de nieuwe aanvragen voor 2019 gekeken wordt hoe kunnen we nu alvast, ook voor een nieuwe ronde, in ieder geval rekening houden met de kanttekeningen die zijn gemaakt. En dat daar een vertaling van plaatsvindt. Wethouder, aan u het woord. Helder. Voorzitter, ik hoop dat ik in mijn vorige betoog ook eigenlijk duidelijk heb gemaakt dat wij dat zeker gaan meenemen. Want wij zien ook zelf dat wil ook dit hele subsidietraject ook op inhoud en relatie ook met de subsidiepartners goed landen, dan zullen we die slag daar overheen nog moeten maken. Dus daar zijn we nu al mee bezig, maar we hebben ook een goede hoop dat we daar straks nog behoorlijk wat slagen in kunnen maken. En we hopen u in november daarover bij te praten, hoe dat proces verder verlopen is. Dank u wel, voorzitter. Ja, oké, dank u. Ik kijk of iemand anders nog een tweede termijn, of voor hem of haar een eerste termijn, maar ik geef toch die mogelijkheid. Maar niet, dan sluit ik ook deze raadsdebatten met deze raad sluit ik hierbij af. En ik wens u nog een hele goede avond vooruit. Ik zeg het maar zo, lijkt me wel goed. Oké, ik sluit dit af.